is echt al lang geleden dat ik iets heb geknutseld. Dus daarom ga ik nu naar Ava. Want hier heb je superleuke spulletjes om iets te knutselen. Ik ga eens kijken of ik iets leuks vind. Kom maar mee. Weet je, een juwelendoosje dat heb ik wel nodig. Dus misschien is dat wel leuk als ik dat zelf kan knutselen. Ik ga eens kijken in de winkel of ik leuke spulletjes vind. Dit kistje is echt perfect om te versieren. Hier is zo lijm en dat is denk ik om deze papiertjes op te plakken. En dat is zo decopapier. Met allemaal patroontjes. Dus dat is wel echt leuk om mijn juwelenkistje mee te versieren. Die vind ik echt heel mooi met zo'n goud en blauw in. Ah, hier zijn zo blinkende kleuren. Goud misschien, dat is wel echt mooi. En nu wil ik nog stickers om het doosje nog extra te versieren. Excuseer, weet je soms wat stickers zijn? Ja, dat mag je even mee. Blauwe parels, dat past ook bij mijn verf. En er staat een unicorn op. Zo, ik heb alles en nu gaan we snel naar huis om te knutselen. Alsjeblieft. Dank je. Dank je. Zo, ik ben nu ondertussen thuis en ik heb al mijn spulletjes hier klaargezet. En ik ga beginnen met dit doosje te schilderen. Ik heb gouden verf en blauwe verf. En ik ga de bovenkant eerst goud verven en dan de zijkant ook blauw verven. De verf is nu opgedroogd en dan ga ik nu de plakband eraf trekken. Voilà. En dan ga ik nu met decopapier het doosje nog meer versieren. En ik heb deze al op maat geknipt. En dan ga ik ze met lijm zo hier vastplakken. Zo, het hele doosje is nu volgeplakt met het decopapier. En ik doe er ook nog een hartje op om het echt helemaal af te maken. Het ziet er echt al kei mooi uit, maar nu gaan we nog een paar parels opkleven. En nu gaan we het hartje nog afwerken met deze gouden glitterstift en ik ga gewoon rond. En deze ziet nu wit, maar als die opgedroogd is, dan is die goud. Ga ik nu de finishing touch maken. Ik ga namelijk Be Yourself op dit doosje tekenen eigenlijk. Ik heb hier de letters afgedrukt en daar ga ik met een dik potlood over gaan. En dan ga ik die zo op mijn doosje leggen en dan met het potlood daarover krassen. En dan gaan we dat zo lichtjes zien op het doosje en dan is het veel makkelijker om er met een glitterpen over te gaan. Dan is mijn kistje klaar. Ik moet wel nog even drogen. En dan kunnen er juweeltjes in. En dan gaat dit op de kast. Zo, dit is dan de video. Je kan echt super snel een leuk juwelendoosje maken. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen, te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Daag! Muah.